Hey Kirsten, weet jij hoeveel een ijsbeer weegt? Nee. Genoeg om het ijs te breken. Nou, we staan hier op het Museumplein bij Ice Amsterdam. En het is weer koud, het begint te vriezen. Mensen willen toch een beetje zo... Lekker knus. En Justin en ik gaan vandaag kijken hoe deedbaar de ijsbaan is. Een date mag natuurlijk niet de schoenmaat weten. Want wat is je schoenmaat dan, Kirsten? Wat zeg je? Je hebt toch 45? Schaatsen. Dit is onze tweede date. En het is heel leuk. En waar kennen we elkaar van? We zijn ex-collega's. 10 jaar geleden had zij nog een vriend. En op een verjaardag feliciteerde ze me, maar ik reageerde niet. En toen was ze heel boos geworden dat ik reageerde. En toen praten we even en toen heb ik het omweg dus gevraagd of ze nog steeds die vriend had, maar dat heeft ze niet. Ja, dat was zijn idee. Dat is zijn eerste keer op straat. Ja. Dat was mijn idee, ik vond het heel leuk. Ik dacht dat ik er wel goed in was, maar dat valt vies tegen. Maar wel beter dan jij in ieder geval. Ik dacht op mijn 50ste, weet je wat, het zal me toch niet gebeuren dat ik niet kan schaatsen. Dus ik heb schaatsles genomen en ik ben nu vandaag aan het oefenen, want ik heb al 4 lessen gehad. Maar zonder stoel gaat het toch niet heel erg. Het lijkt me wel leuk als er dan een date komt, dat die een beetje helpt met mijn hand vasthouden, zodat ik niet al te hard onderuit ga. Ik vind het wel romantisch. De eerste keer. Je moet elkaar opvangen als je valt. Maar als je niet kan schaatsen, kan je de ander goed vastpakken. Ik hoopte eigenlijk dat ze dus klumpjes zou vallen en dat ik er kon vangen ofzo. Maar... Ja, maar ze houden me de hele tijd vast van tevoren, dus het gebeurt niet. Dus die moet ook heel veel geduld hebben. Ja. Maar wat is dan de grootste blunder die ze kan maken? Steeds weg schaatsen, weet je, en dan kan ik het niet bijhouden. Dat lijkt me wel heel... En dan ook nog een beetje zo met die van die rollende ogen kijken van oh, dit doet hem zo te lang. Dus het wordt echt een date van 2 minuten en dan is het klaar. Komt er een tweede date op de schaatsbaan? Ik denk niet op de schaatsbaan, maar wel ergens op. Het ijs is gebroken. Ja, het ijs is gebroken. Zouden jullie nou jullie date meenemen naar de ijsbaan? Ja, ik wel, toch? Ja, ik niet zo. Ik ben een beetje houterig, zoals jullie gezien hebben. En mijn voeten doen snel pijn. Kutschaatsen. Een beetje genant. Ja, ik vond het wel heel leuk. Nou, dan proosten we daar ook. Dus, Daan? Daan, wil je met mij schaatsen? Wat mijn mond niet zeggen kan, zeggen vloggers uit Amsterdam. Zeggen vloggers uit Amsterdam.